Hey mensen! Dromen zijn maar een apart fenomeen, maar toch dromen we regelmatig hetzelfde. Maar wat voor dromen zijn er dan allemaal, Dylan? Dit zijn de 10 meest voorkomende dromen. Een van de meest voorkomende dromen is het uitvallen van je tanden. Dan sta je net op een belangrijke plek wat te vertellen en ineens, ja hoor, vallen je tanden eruit. En de winner voor de worst movie ever is voor... Tylon Huygens from the Netherlands! Ten eerste wil ik iedereen Wat is het? Kennen jullie deze droom ook? Ik in ieder geval wel. Je zou denken dat deze droom misschien iets te maken had met dat je bang bent voor de tandarts ofzo. Maar dat is niet zo. Volgens dromenkenners heeft het te maken met ijdelheid. Dus blijkbaar ben ik ijdel. Slaat er helemaal nergens op. Nog een veel voorkomende droom is de achtervolging. Jullie kennen het vast wel, een hele spannende droom altijd. Soms is zo'n droom best wel vet, want dan lijkt het net alsof je in een actiefilm zit, maar het kan ook best wel eng zijn. Als je dit droomt, dan zou je je blijkbaar bedreigd voelen in het dagelijks leven door iemand. Bedreigd voelen door anderen? Zo, moet je eens voorstellen hoeveel YouTubers dit dan dromen op dit moment. Ik bedoel, al die ruzies en al die bedreigingen, nou. Deze droom is zo nice. Als ik zou kunnen kiezen, zou ik altijd voor deze droom gaan. Ik bedoel, vliegen, dat wil toch iedereen? Ja, deze droom is echt te gek. Het is alleen altijd wel jammer dat je wakker wordt na deze droom. Vooral als je er nog zo lekker in zit. Een andere veel voorkomende droom is dat je keihard valt of neerstort. Vallende dromen zijn meestal een aanwijzing voor het gevoel van falen. Dus als je bijvoorbeeld bang bent om te falen voor een examen of falen in de liefde. Maar soms is deze droom ook zo realistisch dat je net voordat je in slaap valt, valt. Dat heeft eigenlijk ook helemaal niks met een droom te maken, maar dat is gewoon je lichaam die zich instelt op het slapen. Je ademhaling verlaagt en je bloeddruk wordt lager. En daardoor kan het soms lijken alsof je echt ineens valt. En dan krijg je ook zo'n stuiptrekking. En als je dan langs iemand ligt, dan... Ken je deze droom? Je probeert met alle macht en kracht te rennen, maar je komt maar niet vooruit. Het lijkt gewoon net alsof je in een soort van drijfzand zit en gewoon niet meer verder kan. Volgens droomkenners betekent dit dat je een tekort hebt aan zelfvertrouwen. Dus als je nou eens wat meer in jezelf zou geloven, dan kun je ook wat harder rennen. Ik weet alleen niet of ik die droomkenners wel allemaal moet geloven. Ik bedoel, het gaat de hele tijd over onzekerheden of angsten ofzo. Ik bedoel... Is dat echt zo? Maar goed, niet vooruitkomen, dus daar hadden we het over. Nou, ik heb dat anders ook wel eens in het dagelijkse leven, hoor. Wat is dit, man? Ik kom echt niet vooruit. Dylan, je staat op een loopband. Oh, ja. Man. Gewoon lekker je ding doen en ineens ben je naakt. Alle mensen zien ineens je piliwili hangen, of als je een vrouw bent iets anders. Maar goed, dit zou dus betekenen dat je kwetsbaar bent of dat je iets verborgen houdt. Ja, dat zou wel eens kunnen kloppen, ja, want ik hou mijn piep, ja, best wel graag verborgen, zeg maar. Iedereen toch? Nou, oké, niet iedereen. Oké, niet iedereen heeft deze droom. Tenminste, de vrouwen onder ons kennen dit niet, maar de mannen wel. De natte droom, ja... Daar hoef ik niks over uit te leggen verder, toch? Het kan in ieder geval voor behoorlijk gênante momenten zorgen. Huh? Wat is dit? Dylan, wat is er aan de hand? Mam, moet je kijken, mijn hele waterbed lekt. Je hebt helemaal geen waterbed. Oh. De meeste dromen zijn bedrog, maar voor Toyne Pieters is deze droom bijna iedere dag wel werkelijkheid. Te laat komen. Volgens de dromenkenners, jawel, daar zijn ze weer, heeft dit te maken met dat je je buitengesloten voelt of dat je denkt dat je een belangrijke gebeurtenis hebt gemist. Ja, weer best wel negatief, hè, dromenkenners. Man, wat hebben jullie een negatief leven? Oh, maar nou snap ik het. Teun voelt zich dus gewoon buitengesloten altijd. Waarschijnlijk omdat hij zo klein is. Ja, nou mag hij gewoon iedere dag te laat komen voor mij. Ik snap het. Is Teun er eigenlijk al, jongens? Nee, volgens mij is het te laat. Soms heb je het gevoel dat je compleet verlamd bent. Dat je je gewoon helemaal niet meer kan bewegen. Maar dit kan ook nog een stapje verder gaan. Je hebt namelijk ook nog slaapverlamming. En dit houdt in dat je je hele lichaam niet meer kan bewegen. Behalve je oogleden. En je hoort en ziet nog wel alles. Ik heb het zelf nog nooit meegemaakt. Maar Rick heeft het regelmatig meegemaakt. Rick,
kom eens even. Kun je er even iets over vertellen? Nee, maar heb je het wel eens meegemaakt, slaap? Ik heb het wel eens meegemaakt. Maar hoe voelt dat dan? Ja, dan kun je gewoon niks bewegen. Oké, dankjewel voor de informatie, okay, Rick. Ga maar weer zitten. Goed. Droom je wel eens over een beroemdheid, of dat je zelfs een relatie hebt met een beroemdheid? Dat betekent dan dat je deze persoon goed begrijpt. Shit, ik droom vet vaak over Patty Broad en Patricia Pai. Nee! Au! En dit waren de 10 meest voorkomende dromen. Heb jij nou ook zo'n droom? Laat dat dan even in de reactie weten, want ik ben heel erg benieuwd. Of heb jij een andere droom die jij vaak meemaakt? Laat het in de reactie weten. Vond je deze video nou leuk? Ram dan op dat duimpje omhoog. En wil jij gratis op de hoogte blijven van de nieuwste video's? Klik dan gewoon even op het knopje abonneren. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. En dan heb ik nog maar één ding te zeggen. En dat is... Later!